Hey, er is eventjes een onderzoek onder het onbehagen tussen Nederlandse mannen en vrouwen gedaan. Zijn is even... dat er? Ja, er zijn... het stond in de Volkskrant. Er zijn eventjes wat. Is het uh... een groter onbehagen dan twintig jaar geleden? Nou, schrij... Of dan honderd jaar geleden? Schijnbaar is er niet zoveel veranderd, dat is eigenlijk de conclusie. Dus even oh, het een... onbehagen is eigenlijk omdat er niks veranderd is. Ik zal even kijken, er is een vraag, uh, misschien kun jij die even beantwoorden. Als er verhuisd wordt, zou ik de zware dozen eens of oneens? Ik denk er niet over. En bovendien, laat staan dat, dat mijn vrouw ze zou gaan dragen. Ja, dat is wat een verhuizer moet doen. Je okay. heeft daar speciaal personeel voor in dienst. En daar betaal je een heel redelijk bedrag voor. En dan kun je verhuizen. Zonder dat je... Kijk, als je natuurlijk als niet-getrainde figuur dozen gaat, gaat verhuizen. dan weet je zeker dat je er een hernia krijgt. Ja. Dus dat moet je vooral niet doen. Student verhuizen. heb toch al eerder gezegd, laat allerlei werkzaamheden aan vaklui over. Ja, met de klopboord. Ga niet zelf staan klooien, je kunt het niet goed, het gaat verkeerd, u, verkeert, u, u zaagt een gaatje op het verkeerde moment. Uh, ga niet zelf verhuizen. Ja, als, als student kun je hele handel in een bakfiets laden en, en drie straten verder uh, uh, weer neerzetten. Maar ga niet een groot huis verhuizen. Dat is echt flauwekul. Okay. Trouwens, verhuizing, dat is bekend. is een door en door traumatische aangelegenheid. Verhuizen, ja? Ja. Hoe komt dat? Nou ja, omdat het een enorme breuk is in je leven. al je patronen. Heb je dat niet? Dat als je dan ergens anders was gaan wonen. dat je dan nog tijdenlang de verkeerde route nam. een halve week denkt: oh god, nee. Ja. Wacht, ik ben verhuisd, ik moet ergens anders. Maar na toe. twee weken went dat vaak wel? Maar, maar ik ben in mijn studententijd wel regelmatig verhuisd. Uh, maar ik ben nu van, helemaal niet meer van plan om te verhuizen. Nee, ook niet naar een bejaardenhuis? Nee, eigenlijk totaal niet. De overheid wil dat wel, hè? Dat, dat je naar kleine huizen gaat. Ik kan natuurlijk wel, wel heel deftig doen: van dat wil ik niet. Maar het kan natuurlijk zijn dat je zo gebrekkig raakt dat je, dat je zelf niet meer, in, zeker niet in dit type van huizen kunt blijven wonen. Ja, maar maar de Den Haag zegt van ja, Van Rossum, je houdt eigenlijk uh, de doorstrom op de woningmarkt tegen. Den Haag kan de pot op. Ik heb dat huis ooit gekocht, ik heb erin gewoond, mijn kinderen zijn erin opgegroeid, we wonen er nog steeds in. En sorry Den Haag, wij blijven er ook in wonen tot het absoluut niet meer kan of tot we doodgaan. En dat dan, dat dan andere mensen die net starten die geen huis kunnen krijgen, maakt je niet zoveel uit. Ja, waarom ik op een of andere manier eh, schuldig ben aan een toestand die door de Nederlandse overheid uiteindelijk zelf structureel veroorzaakt is, namelijk dat er in Nederland veel te weinig gebouwd wordt. Dat zie ik niet goed in. Hmm. Nog even op? Bovendien mag ik het nog een keer zeggen. Ik ben geen babyboomer. Ik ben, ik, ben, ik ben van een tragische generatie die midden in de oorlog geboren is. Hoe noemen ze die? Ik weet niet. Ik geloof de stille generatie. Oh, okay. Of dit. De tragische generatie. Ik weet het Je hebt nu niet Gen precies, Z, hè. Ik geloof helemaal niet een generatie. Oké. Okay. Ja, nu hebben ze het allemaal over Gen Z, generatie Z, die betreedt nu de arbeidsmarkt. Is dat zo? Ja, ja dat is weer een nieuwe, een nieuwe generatie. Tot welke generatie hoor jij eigenlijk? Volgens mij millennial. Je bent een millennial. Ja. Is dat dus geboren tussen 90 en ja, zoiets, 2020 ja. of zo? Ja. Nee, 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 nee niet niet 2020. Want 2010. Nee, volgens mij 2000 gewoon. Ik weet welk niet. geboortejaar ben jij? 89. Ah, dat is een, een grensgevalletje. <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, millennial. Nou ja, is, je, je leest er veel over, maar het zegt me niet zoveel. Want mijn kinderen zijn al geen millennials, die zijn veel ouder. Nee. Maar wie denkt er nou? Maar dat is goed voor de. Mijn woord... kinderen zijn geboren in de jaren 70. Ja. Maar het is voor de sociologen natuurlijk belangrijk dat ze de generatie een beetje kunnen indelen. Dat praat dat wel. Ja, dat generatiedenken is toch vooral gemakkelijk. Ik heb nog een andere vraag even over dat onderzoek. Als, ik, eh, of als er thuis een feestje of visite is, verzorg ik hapjes en drankjes, eens of oneens? Ik? ik? moet, Ik doe dat niet, nee. Nou, ja, nou de, de drank, dat zou best kunnen. Ik zet, ik zet meestal de koffie. Als, de, als er zo'n verjaardagspartijtje of, nou ja, het kan wel alles en nog wat wezen... En ik zal de thee waarschijnlijk maken. Het kan zijn dat ik zelfs een glaasje of een flesje bier aanreik. Maar, maar de hapjes, dat is niet dat, ook in verband met, met de vergiftigingsmogelijkheden. Is het beter dat ik de hapjes niet maak? Ja. Ik ben er erg voor, zeker omdat als je veel ouder wordt, dan wordt dat, dat allemaal natuurlijk nogal een belasting. Ik ben ervoor dat er erg voor dat er een keteraar wordt ingeschakeld. Oké. Okay, oké. Okay. Als ik dan jou zo hoor, dan, dan doe je het liever, doet jouw vrouw het niet en jij doet het niet. Maar. Over het algemeen. We zijn allebei 79. Mijn vrouw is slecht ter been. Ja, ik bedoel. Oh, Kunnen toch... is toch niet uitlopen, slopen of sloven met hapjes. Maar je kunt toch niet iedere, iedere keer als je visite eerst een ketera laten komen? Nou ja, mij, ik zou dat wel willen. Die spinster familie die zegt, nou dat is niet nodig en we doen wel wat. En nou ja. We nemen zelf wat mee. Ja, God, zoals dat altijd gaat. Maar ja, ja. wat aangerommeld natuurlijk. Oké. Okay. Maar wat, wat eigenlijk de conclusie is, is dat dus bij deze vragen uh, de vrouwen vaak inderdaad, nou de hapjes en dat soort dingen verzorgen, mannen de dozen dragen. En dat was dus 55 jaar geleden uh, zo en nu nog steeds. Dus de conclusie was eigenlijk, er is weinig veranderd. Maar ja, ik heb nooit een doos gedragen, dus uh, nee. wat dat betreft uh, ben ik een beetje hors concours. Ja. De derde Franse uitdrukking. Ja, Heb je niet Frans gelezen of zo? Nee, ik begrijp het ook niet. Oh, oké. Okay. Nee, Joke Smit, zeg je dat wat? Ja, Joke Smit zeker heb ik, zeg maar. Daar hebben we net namelijk een kleine documentaire over gemaakt. Van het ondagen bij de vrouw. Ja, over, over het feit dat het is nu een bepaald aantal jaren ja, geleden. Ja, 55 jaar geleden. 55 jaar geleden. Kijk eens, zij was te maken. met dat artikel een voortrekker van, eh, laten we zeggen, de tweede feministische golf in Nederland. Zij is betrekkelijk jong overleden. En wij hebben daarover, over Joke Smit. Ja, ik zeg nog altijd Joke Kolsmit, maar ik geloof dat ze die meneer Kool al vrij snel gedumpt heeft, eerlijk gezegd. Maar goed, Joke Smit moet je dus zeggen. We hebben daar een aller gesprek over gevoerd met Hedy Dancona. Die samen met haar daar heel actief in is geweest. En wat bespraken jullie dan? Nou ja, hoe dat precies in zijn werk ging. en Wat Joke Smit voor een soort van vrouw was. Enorm fanatiek, heb ik begrepen. Met, met weinig oog voor de kleine aardigheden des levens, nietwaar, koersend op een, een grote gedachte en een groot ideaal, wat ook een, kaal, een zekere kaalheid in de rest van mijn leven meebracht, in ieder geval is dat wat ik ervan onthouden heb, maar dat die feministische golf natuurlijk eh, enorm belangrijk was, en bovendien op termijn ook overigens deels gedragen door maatschappelijke ontwikkelingen, van enorme betekenis is geweest, dat is wel duidelijk. Ik heb al eens eerder uitgelegd. dat ik de jonge vrouw van tegenwoordig. even eh, generaliserend. Eh, echt van een totaal andere orde vind. dan de jonge vrouw in mijn jeugd. Eh, tegenwoordig is het toch, ja. je studeert zelf, je, je gaat aan het werk. Eh, ze maken altijd een enorm kordate, zelfverzekerde indruk op mij. Terwijl de jongens vaak iets klungeligs hebben. Eh. Mm -hmm. Mannen zijn, mannen duurder, bij mannen duurt het wel een stuk langer voordat ze een soort van volwassenheid bereikt hebben. Hmm. Maar de conclusie is eigenlijk dat de taakjes die de vrouwen 55 jaar geleden deden. zoals ze inderdaad die Ik zakken... denk dat ze nog steeds relatief zwaarder belast worden dan ja, mannen. Ja, precies. Dus dat is de conclusie. Nu. Maar dan is het wel zaak dat zij. en dat, dat, dat kun je ook leren van de tweede met feministische golf. dat ze tegen die mannen, die dus eh, weliswaar misschien dan de dozen dragen. maar verder in poten uitsteken. Dat ze daar wel tegen zeggen, zeg, wacht eens even, het is zaak dat jij nu eens iets nuttigs gaat doen. Ja, maar ik vond opvallend dat mannen en vrouwen zeggen, alle twee vinden het belangrijk dat het gelijk verdeeld is. Alleen ze handelen er met z'n allen niet naar. Nee, dat is denk ik wel, dat klopt wel. Maar dat zie je natuurlijk vaak bij, bij ingrijpende ideologisch getinte maatschappelijke veranderingen. Dat eerst is er de ideologie, we zouden het eigenlijk anders moeten doen. We zouden het eigenlijk zo, zo moeten doen. En pas heel langzaam wordt dat ook gerealiseerd in het dagelijks gedrag van mensen. Omdat mensen natuurlijk enorme routinewezens zijn. En, en natuurlijk heel veel mensen kijken naar hoe hun vader dat deed. He, dat is vaak het voorbeeld. Of hun opa's dat deed. Ik bedoel, ik heb mijn opa's heel lang mee. Maar ja. Die staken nooit een poot uit. Die deden niet de was of die gingen de aardappeltjes bakken. Ik nee, het hele idee dat mijn opa van vaderskant de was zou doen. Dat is zo komisch. Dat kan, daar moet ik inderdaad ontzettend om lachen. Ja, mijn andere opa had nog wel uit een soort vriendelijkheid misschien de was willen doen. Maar ja, ze waren een goede doen. Dus ze deden was de deur uit. Er was geen sprake van was, want er was ook geen wasmachine. Ja, maar de huidige generatie zou zeggen: wat gek dat je daarom lacht. Dat is toch heel normaal? Nou, niet toen. Mijn opa was geboren in 1887, dus ja, dat was toen heel, heel anders. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik niet weet hoe die, hoe die Samsung-machine bij ons hoe die bediend moet worden. Ja, er, zit een, er zit een enorm computervenster op. Het is uh, allemaal high-tech tegenwoordig. Ja, maar zie je bij jouw kinderen dan wel een meer gelijke verdeling? Ja, zeker. Zeker, ja. Ja, dat komt natuurlijk omdat mijn zoon prima kan koken. En okay. samen. Ik heb het hem nooit gevraagd, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik denk dat hij ook de wasmachine wel kan bedienen. Hij is toch sowieso praktischer ingesteld dan ik. En mijn dochter, denk ik ook wel. Ja. Er staat dus: zowel mannen als vrouwen vinden de ongelijkheid tussen de seksen de belangrijkste om te bestrijden. Belangrijker nog dan die tussen arm en rijk of stad en platteland? Ja, ik vind dat wel. Uh, het is een onderzoek, hè? Uh, 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 heel vergaande generalisatie. Ik zou zeggen, eh, tussen rijk en arm, dat, dat lijkt mij maatschappelijk gezien op langere termijn belangrijker, eerlijk gezegd. Uit vrijwel alle onderzoek komt naar voren dat hele grote verschillen tussen rijk en arm, dat dat heel slecht en dysfunctioneel is voor de samenleving waarin zich dat voordoet. Denk aan de Verenigde Staten, op dit moment waar die, ook, die verschillen enorm zijn toegenomen in de afgelopen halve eeuw. Dus ik zou zeggen, het is allemaal belangrijk. Of je ooit het verschil tussen stad en platteland. ja, Omdat daar de levensomstandigheden fundamenteel anders zijn. En dan hebben wij nog maar. Kijk, in Nederland wij denk je ook op het platteland. Wel eens ja, het is gewoon Nederland. Het ziet er precies zo uit. Met dezelfde huisjes. En, en die dorpen en die kleine steden waar ik dan regelmatig kom. En vanwege het optreden. Maar het, het, ja, je hebt toch soms je hebt toch ook wel eens dat je van, als je van de grote weg afrijdt. En dan binnen drie kilometer denk je: het is een andere wereld. Het is toch een andere wereld. Het klinkt anders, het voelt anders. Ik, dat lijkt me heel, heel lastig op te hebben. Alleen denk ik dat je van beide kanten, van de plattelandsbewoners en de stadsbewoners, wel wat meer wederzijds begrip mag vragen. Om dat nou meteen ook weer te gaan polariseren. Dat vind ik, al dat gepolariseerd dat, dat levert niets op. Nul. Ja. Zes op de tien samenwonenden stellen zegt het bovendien belangrijk ook te vinden om de taken thuis eerlijk te verdelen. En mannen vinden dit zelfs nog belangrijker dan vrouwen. Ja, want die voelen ze vaak schuldig een beetje. dat Ze willen weten dat zij dat eigenlijk niet doen. Dus vandaar dat ze het zo belangrijk vinden. Ja, maar ze handelden er dus niet naar. En de rolverdeling is doorgaans ongelijker bij lager opgeleide en bij oudere stellen. En juist weer gelijker bij LHBTI-stellen. Oh ja, ik weet niet precies. Ik ben natuurlijk een ouderstel. Ik ben een onderdeel van een ouderstel. Ik ben bang dat ik toch op zijn best, het best, meest positieve wat je van mij zou kunnen zeggen is dat ik een overgangspatiënt ben. Hmm. Dat ik kijk van, van, een, van een veel oudere wereld, geleidelijk aan in een nieuwe wereld terecht ben gekomen. Ja, nu staat ook: homomannen, zegt de volkskrant, werken beide vaker fulltime en schenken hun visite vaker een drankje in. En homovrouwen, die werken beide vaak parttime en vervangen vaker een lamp. Ja, we hebben allebei altijd fulltime gewerkt. Zet dat wagentje met de camera's rond. Is oh, de, oh, dan moet dat ding weer even aanzetten, Ja. Opvallend genoeg heeft het belang dat stellen hechten aan een gelijke verdeling nauwelijks effect op hun gedrag. Dus nee. ook al vind je het dus belangrijk... Ja, daar zie je wat ik schetse, dat de ideologie is er wel. Maar het praktische dagelijkse gedrag is nog niet in overeenstemming met de ideologie. Wat trouwens vaak het geval is natuurlijk. Ja.